geen probleem mee, gelukkig. Goed, nee. Moet ook zo. Nee, maar dan wil ik het beeld hebben zoals ik het heb. Ja, nee, helder. Even kijken. Ja, hij is erin. Dan zet ik hem op OBS. Yes. Thank you.
Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze dienst in de A-kerk. Ook iedereen die online meekijkt, heten wij van harte welkom. De voorganger deze morgen is dominee Rob Kranen. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. De bloemengroet. De bloemen gaan met felicitaties van ons allen naar Jan en Henny Jurjens, de Karakiet 8. Ze waren kort geleden 55 jaar getrouwd. Afgelopen dinsdag zijn de ouders Wouter Post en Laura Klaren weer ouders geworden. We willen hen van harte feliciteren met hun zoon en broertje, Jurre Thijs. De collectes. U kunt uw gift voor de diaconie en de kerkvoordij geven via de gift-app of overmaken naar de rekeningnummers die vermeld staan in de kerkbode. We beginnen deze dienst met Psalm 122 uit de oude berijming, die met een alternatieve melodie. De paaskaas brandt, zo kostbaar is uw grote liefde. Wij mogen schuilen dicht bij u. U lest de dorst met vreugdestromen, meer dan genoeg in overvloed. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe. Ja, blijf dan maar stilstaan bij deze muziek. Zo Psalm 122, dat is nog eens een beetje anders. Ik vind hem heerlijk. We zijn bij elkaar in het huis van onze Heer. We zijn bij elkaar om een eredienst te vieren. Met elkaar. En God is erbij. Onze hulp is in de naam van die Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. En die Heer heet u en jullie allemaal van harte welkom. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap
met de Heilige Geest. Amen. Ja, het is natuurlijk de tijd van de ook kunnen proberen met wat andere liederen. En ik kwam een lied tegen wat eigenlijk een geweldig mooi drempelgebed is. Een lied over zoeken naar licht en bidden om dat licht en dat licht vinden in Christus. Het is het lied 1005, ja, zover, in dat nieuwe liedboek uit 2013. Christus ons licht. U mag meezingen. Nee, mag ik eigenlijk niet zeggen. Heel zachtjes. Mag u meeneurien en een beetje mompelen. En luisteren naar dit drempelgebed. Schijn ook vandaag. Schijn hier in dit huis, in onze harten. Ja, we gaan vandaag verder nadenken over die geschiedenis van David. En David heeft Goliath verslagen. En David is vervolgens bedreigd door Saul. Nou, vandaag gaat het verder. En het thema van vandaag is leven in extase. En dan gaat het vooral over het werk van de geest in je leven. Over extase, over geestvervoering. En wat is dat dan? Nou, daar heeft Paulus wel iets over te zeggen. En ik lees met u twee korte teksten van Paulus. De eerste tekst
is een verootmoediging. Daarin maken we ons klein voor God en belijden we de afhankelijkheid. En ik zeg er ondertussen iets over. En in de tweede tekst de woorden van genade. De eerste tekst, de verootmoediging uit 2 Korinthe 12. En daar zegt Paulus dit. Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Dat is helemaal niets voor Paulus. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, daarmee bedoelt hij dat hoog van zichzelf opgeven, daarom zal ik het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. Ik ken een volgeling van Christus die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet. Dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man, in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen, werd weggevoerd tot in het paradijs. En dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. En dat is wat we als mensen mogen doen. Ons op onze zwakheid laten voorstaan. We zijn niet sterk uit onszelf. Maar we mogen sterk zijn in het kruis van Christus. En als je dat beseft, dan komen de woorden van genade binnen. Vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat wij zijn. Hopelijk weet u het ook wanneer u te raden gaat bij uw geweten. Zijn we in extase, in geestvervoering, dan is het voor God. Zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Wat ons drijft, is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven. Opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Mooi. Dan mag je weten dat Jezus voor jou is gestorven en voor jou is opgewekt. Als je hem vasthoudt, als je voor hem belijdt dat je hem nodig hebt. Halleluja. We gaan horen gezang 64, de versen 1 en 5. Looft hem die het al bewoog. En dat willen we doen. Willen we doen in zingen. Ik hoop dat u thuis heel hard meezingt. We willen het doen hier in de kerk. Met onze lezingen. Met ons luisteren. Zachtjes zingen misschien. Met ons bidden. En dat gaan we nu doen. Samen God bidden.
en vragen om verlichting met zijn Heilige Geest. Zullen we samen bidden? Heer, we willen u als koning loven. Nou ja, we willen het ook heel vaak niet. Want heel vaak willen we ook zelf koning zijn. Koning van ons leven. Grip hebben op ons leven. Heer, we bidden. Help ons die woorden die vandaag weer gelezen worden te begrijpen. Spreekt u ons aan en help ons. Nou ja, vorige week hadden we het over overgave of verzet. Help ons dat we ons mogen overgeven aan u. Dat we dat durven. Dat we dat willen. En dat we dat ook zullen doen. Wees zo bij ons. Spreek door uw woord. Raak onze harten. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Ja. Weet je, af en toe kan ik... Waar zit Nienke ook alweer? Oh ja, die zit daar. Ja. Af en toe kan ik mijn vrouw Nienke, die zit daar, behoorlijk plagen. Echt waar. Dan ga ik een liedje zingen. Of neurien, of klikken, of weet ik veel wat. Waarvan ik weet, oh, dat gaat bij haar helemaal in haar hoofd zitten. En dat krijg je er nooit meer uit. En dan loopt ze de halve dag rond met dat liedje. Dat is ook zo'n reclame. Wastenberg kost een beetje. Dan zeg ik, Kostenberg wast een beetje. Nou, dan heeft zij hem weer in haar hoofd zitten. Ken je dat? Op die manier, een beetje, zo'n liedje had Saul ook in zijn hoofd. Saul had dat liedje in zijn hoofd en daar baalde hij van. Een liedje over, Saul heeft de 1000 verslagen, maar David 10.000. En Saul die baalde daarvan. Koning Saul kon er niet tegen dat iemand anders populairder was dan hij. David. Boah. En dan was hij ook nog met zijn jongste dochter, Michal, getrouwd. Bah! En in zijn hart werd Saul... Ja, die werd steeds bozer. Steeds bozer. Maar ja, weet je wat het is met je hart? Als die boos wordt... worden uiteindelijk je handen ook boos. En dan ga je boze dingen doen. En dat is wat Jezus ons leert... Hij zegt, weet je waar verkeerde dingen doen begint? Dat begint hier. In je hart. En daarom moet je proberen, zegt Jezus, om niet zo gauw boos te worden. En in de wereld, ik merk het, ja, u merkt het waarschijnlijk ook wel, en misschien komt het door corona of komt het door wat anders, maar in de wereld zijn de mensen tegenwoordig ontzettend gauw boos. Ze zijn heel snel op hun teentjes getrapt, ze zijn heel snel gekwetst. Tegenwoordig lijkt iedereen wel van suiker. Maar het zorgt er ook voor dat je bijna iedere dag wel leest of hoort op het nieuws... dat er weer iemand is doodgeschoten of iemand is doodgestoken. Ook in Nederland de laatste tijd valt me op heel erg veel. Dat er gewelddadige protesten zijn. Nou ja, ik denk, nou ik weet eigenlijk wel zeker... wij moeten eens wat meer naar Jezus gaan luisteren. Nou, ik ga met jullie even naar Padlet... Voor de kinderen die thuis zijn, maar ook voor de kinderen die hier zijn. Ik hoop dat je Padlet ook thuis, als je thuis bent, ook kijkt en ziet wat er allemaal op staat. Kijk, Elin doet dat. Nou, hier heb je je dochter. Elin die doet dat en die heeft het grapje gemaakt. Zie je dat? Dus ik mocht het filmpje wel laten zien, hè? Want die staat ook op internet. Ik denk, nou, kijk, Elin, die is bezig met het maken van het harpje. Dat vind ik hartstikke leuk. Die is heel actief mee. Nou, de werkjes voor vandaag. Ja, wat zijn die werkjes voor vandaag? Er is een bewegend plaatje, die heb ik hier. Dat is deze. Kijk, dan moet ik hem even goed vasthouden. Dan hou je hem zo vast en dan heeft Saul de speer. En dan David die staat daar verder en dan doe je... Pssch, en dan gaat die speer richting David. Ja, het is een beetje gewelddadig, maar dat is het verhaal ook, zou ik maar zeggen. Dan nog twee plaatjes. Een vlieger, die vind ik wel heel leuk. Hier, de vlieger. En ik moest ook de achterkant laten zien. De achterkant van de vlieger, zie je dat? Een kruis. De voorkant is die vlieger. En wat heeft nou de vlieger nodig om te doen wat hij moet doen? Wat denk je? Wie van jullie weet dat? Wat heeft een vlieger nodig? Heb je wel eens gevliegerd of niet? Ja, wind. Wind, natuurlijk. Wind. In de Bijbel heeft wind een hele speciale betekenis. Wind betekent de Heilige Geest.
Nou, daar gaat het eigenlijk vandaag ook over het verhaal. Je hebt de Heilige Geest nodig om te doen, om tot, misschien ook wel tot grote hoogten te stijgen, zal ik maar zeggen. Dat kan natuurlijk ook met een vlieger. Jij ook. David, die heeft de Heilige Geest nodig om uiteindelijk tot grote hoogte te stijgen, tot koning te worden. Dat kan niet zonder. Je hebt die wind nodig. Nou, ik vind die vlieger wel heel, heel leuk. Nou, ga daar thuis lekker aan knutselen. Je kunt op Padlet volgens mij de tekening... Ja, die heb ik erop gezet. Dus daar kun je de tekening vinden en zo. En, nou ja, wat staat er allemaal op Padlet? Er staan filmpjes op. Weer het hele filmpje van David. Een liedje. Dapper als David. Wat zie ik verder nog? Natuurlijk, vertel het maar, staat erop. Nou, er staan andere filmpjes. En het verwerkingsmateriaal. En als je nou zelf eens die Bijbel wil lezen... heb ik ook bijgestaan rechts helemaal, zie je dat? De basisbijbel. Dan kun je gewoon het verhaal zelf lezen. Heel eenvoudig. Eenvoudig geschreven kun jij de Bijbel lezen. Dat staat op Padlet. Ik wens jullie veel plezier mee. Maar eerst gaan we samen lezen. Dit lezen. Namelijk in 1 Samuel 19. We gaan gewoon eigenlijk door met dat verhaal van David en Saul. Nou, en Saul maakt er nou wel een potje van. En dat gaan we nu lezen. Daar gaan we. Saul maakte aan zijn hovelingen en zijn zoon Jonathan bekend... dat hij Davids dood wenste. Maar Jonathan, dat is de zoon van Saul... en die was een goede vriend van David... Jonathan, die zeer op David gesteld was... hield tegen zijn vader Saul een pleidooi voor David. En Saul liet zich door Jonathan overreden en zwoer... zo waar de Heer leeft, hij zal niet worden gedood. Saul zou gelijk krijgen. Maar hij ging wel tegen zijn eigen zweren in. Ondertussen ging de oorlog voort. Weer trok David tegen de Filistijnen ten strijde, bracht hun een grote slag toe en joeg ze op de vlucht. En weer werd Saul gekweld door een kwade geest van de Heer. Hij zat thuis, zijn speer in zijn hand, terwijl David muziek voor hem maakte. En weer probeerde hij David met zijn speer aan de muur te spietsen. Maar weer kon David hem ontwijken en boorde de speer zich in de muur. David vluchtte weg en zocht nog diezelfde nacht een veilig heenkomen. Saul stuurde mannen naar Davids huis, die hem de volgende ochtend moesten opwachten en doden. Maar Davids vrouw Michal waarschuwde hem: breng je vannacht nog in veiligheid, anders is het morgen met je gedaan. Ze hielp hem uit het venster naar beneden en maakte zich uit de voeten en wist te ontkomen. Toen nam Michal het beeld van de huisgod en legde dat in het bed. Om de kop vlocht ze wat geitenhaar en ze dekte het beeld toe met een deken. Saul stuurde mannen om David gevangen te nemen, maar Michal zei dat hij ziek was. Toen stuurde Saul hen opnieuw naar Davids huis om zich er met eigen ogen van te overtuigen dat David er was. En droeg hen op: breng hem hier, desnoods met bed en al, zodat hij ter dood kan worden gebracht. Toen de mannen binnenkwamen, zagen ze dat er een beeld in bed lag, met een pluk geitenhaar om zijn kop. Waarom heb je mij zo bedrogen? Vroeg Saul aan Michal. Je hebt mijn aartsvijand helpen ontsnappen. Ik moest wel, antwoordde Michal. Hij zei tegen me: help me ontsnappen, of moet ik je soms doden? David had zich uit de voeten gemaakt en een veilig heenkomen gezocht. Hij was naar Rama gegaan, naar Samuel, en had hem alles verteld wat Saul hem had aangedaan. Hij nam zijn intrek bij Samuel in het profetenhuis. Toen Saul hoorde dat David in het profetenhuis in Rama verbleef, stuurde hij er mannen naartoe om hem gevangen te nemen. Daar aangekomen zagen ze de hele profetengemeenschap in vervoering onder toezicht van Samuel. Ook Sauls mannen werden door de geest van God overmand en ook zij raakten in vervoering. Toen Saul hiervan hoorde, stuurde hij andere mannen, maar ook die raakten in vervoering. Saul gaf niet op en stuurde een derde groep, maar ook die raakte in vervoering. Ten slotte ging hij er zelf op af. Toen hij bij de grote put in Segu aankwam, vroeg hij: waar zijn Samuel en David? Die zijn in het profetenhuis, in het Hebreeuws staat er Najot, in Rama, luidde het antwoord. Saul begaf zich naar Rama en onderweg werd hij ook overmand door de geest van God. De hele weg naar het profetenhuis was hij in vervoering. En daar aangekomen
trok ook hij zijn kleren uit en viel naakt en tierend. Dat vind ik een opvallend woord, daar kom ik zo meteen op terug. Naakt en tierend voor Samuel op de grond. Dat ging een hele dag en nacht zo door. En sindsdien, zegt men, hoort Saul nu ook al bij de profeten. Hier eindigt deze lezing voor vandaag. Het vervolg van de geschiedenis van David en Saul. Zalig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. Halleluja. We gaan luisteren, zingen, Evangelische liedbundel 148. Heilige Geest van God. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Ja, het is natuurlijk logisch dat als we de Geest zo bezig zien in deze geschiedenis van David, dat we, ja, dat we dat lied ook met elkaar horen. En daar gaat het ook vandaag over. Geliefden van onze Heer Jezus Christus. Extase. Geestvervoering. Dat is nooit uit God, hoor je mensen zeggen. Als het hebben over vallen in de geest. Dat is wat de duivel met je doet. En je krijgt van die beelden voor je, van die grote massale charismatische bijeenkomsten met een charismatisch spreker van bijna profetische proporties. Handen worden opgelegd. Duivels worden uitgedreven. Genezingen worden verricht. Mensen verliezen de controle over hun lijf en over hun lichaam. En als ze in de geest vallen, schokkend en stuiptrekkend. En de rillingen loop je over de rug als je dat ziet. Althans, bij mij. En dan vraag ik me af, wat heeft dit in vredesnaam nog met christelijk geloof te maken? Het staat zo ver af
van hoe ik mijn geloof beleef, hoe ik het werk van de geest ervaar, de aard van de kerk van Christus, de vorm van de eredienst. Het staat zo ver van mij af dat ik me met de beste wil van de wereld niet kan voorstellen dat God daar ook aan het werk is en mensen laat schokken en omvallen. Maar of het nooit uit God is en altijd uit de duivel, dat is maar de vraag. Want dan heeft de duivel ook zijn grip gekregen op, nou, op bijvoorbeeld Bijbelse grootheden als Petrus en Paulus en Johannes, om er maar een paar te noemen. Als we deze weken dat boek eens samen een stukje doorlezen en waarin we worden meegenomen in die geschiedenis van David, dan staat eigenlijk al die hoofdstukken door de positie van de Heilige Geest centraal. Namelijk, Gods geest was met David, heel belangrijk, en Saul moest het doen, ja, zonder die geest van God. Even de boze geest niet meegerekend, maar daar kom ik zo nog op terug. En dat is Sauls grootste angst, zonder Gods geest. Hij moet het zelf opknappen. God heeft zich tegen zijn koningschap gekeerd, want God heeft andere plannen dan Saul. Saul heeft zo zijn eigen agenda. En nou is Saul op weg om David te doden. Eigenlijk, zou je, als je het goed wil zeggen, eigenlijk is Saul op weg om Gods plan te doden. En juist dan ontvangt hij Gods geest. Saul en voor hem de drie groepen van soldaten die hij zond om David te doden, ze raken in geestvervoering, in extase. Ze komen in Rama aan, bij Najot. Nou, ik heb het even erbij gezet, omdat dat in sommige vertalingen staat bij profetenhuis. Dan wordt Najot vertaald met profetenhuis. En bij anderen staat gewoon Najot als een soort plaatsnaam bij Rama. Waarschijnlijk was het het profetenhuis, Najot. En dan treffen ze Samuel aan en andere profeten van die school. En die treffen ze aan in extase, in geestvervoering. Profetische extase noem je dat. En het gevolg is dat ook Sauls soldaten en uiteindelijk ook Saul zelf in die geestvervoering raken. En ook hij, staat er dan, trekt zijn kleren uit en viel naakt voor Samuel op de grond. En ook hij, ja, dat wil niet zeggen dat Samuel ook naakt was. Dat zou juist een schande zijn, want wat daar gebeurde was een schande. Nee, waarschijnlijk slaat dat ook op die soldaten van Saul. Dus iedereen die probeerde David te doden en met David Gods plan te doden, die vindt Gods geest op zijn weg. En die geest die maakt van grote mensen kleine mensen. Van Saulussen Paulussen. En een heel positieve zin, van eerstgeborenen van God, gekruisigde dienaren. En bij Samuel en zijn profeten was deze extase, deze geestvervoering, iets heel positiefs. En bij Saul en zijn soldaten was het iets heel negatiefs. Dezelfde geest met een compleet andere uitwerking. Uitwerking, zeg ik. Ja, of verloren zij echt de macht over hun handelen en dwong de geest van God ze tot het uittrekken van hun kleren en zichzelf zo belachelijk te maken? Nou, dat laatste geloof ik niet. Als de geest van God jou in vervoering brengt, wil dat niet zeggen dat je de controle over je eigen handelen verliest. En Saul is trouwens al een paar keer eerder in geestvervoering geraakt. Maar dan staat er, de boze geest van God werd vaardig over Saul. Gaat het daarover een andere geest dan in de geschiedenis die we vandaag hebben gelezen? Maakte God daar gebruik van demonen? En hier van de geest van God zelf? Nou, de vertalers van de herziene statenvertaling, die denken van wel.
In 1 Samuel 18 staat het woordje geest in de boze geest van God met een kleine letter. Dat staat overigens in het Hebreeuws niet. Dus in het Hebreeuws kennen ze geen hoofdletters en kleine letters. Dus dit is een uitleg van de vertalers. En ze zetten hem daar in kleine letter. De boze geest van God met kleine letter. Terwijl vandaag in 1 Samuel 19 staat in de herziende Statenvertaling de geest van God met een hoofdletter. Maar ik vroeg me af, kan het niet zo zijn dat het in beide gevallen, bij de boze geest van God en bij de geest van God, over dezelfde geest van God gaat? Want hoezo spreek je over een boze geest van God? Heeft God demonen in dienst? Of gaat het hier over dezelfde geest, namelijk over de Heilige Geest? Maar dat het effect, dat de uitwerking van die Heilige Geest, als die grip probeert te krijgen op je leven, bij Saul een compleet andere is dan die bij Samuel. En misschien moeten we ons dan eerst maar eens verdiepen in wat geestvervoering in de Bijbel eigenlijk is. Ik noemde al die drie Bijbelse grootheden die in extase, die in geestvervoering zijn geraakt. En dat waren Petrus en Paulus en Johannes. Nou, als je Handelingen 10 kijkt, dan zie je het verhaal van die hoofdman Cornelius. Misschien kent u hem. Een gelovig Romeins hoofdman, die krijgt bezoek van een engel van God. En die engel die gaf aan, Cornelius, jij moet Petrus bij je laten komen. Nou, Cornelius die doet dat, hij laat Petrus roepen. Maar Petrus die twijfelt. En Petrus gaat het dak op van zijn huis en die wil daar bidden en die gaat ook bidden. En dan raakt hij in geestvervoering, staat er. En daarin laat God hem zien wat hij moet doen. Klein stukje verder, in Handelingen 22. Daar is Paulus in Jeruzalem en daar wordt verteld dat hij in de tempel aan het bidden was. En op dat moment raakt Paulus in geestvervoering. En God vertelde hem, Paulus, ga daar weg, want ze willen je gevangen nemen. Nou ja, en dan komen we bij Openbaring 1, 2, 3, 4, 5 en een heleboel. En dan zien we Johannes. Johannes die is in gebed en hij raakt in geestvervoering. En God laat hem zien hoe de dingen zullen gaan. Opvallend is bij deze genoemde personen, die extase, die geestvervoering, die overkomt Petrus en Paulus en Johannes. Het overkomt ze als ze in gebed zijn. En in die staat van extase, van geestvervoering, ontmoeten zij hun Heer. Je zou kunnen zeggen, in hun gebed en aanbidding geven ze uitdrukking van hun verlangen om de Heer te ontmoeten. En in de geestvervoering wordt aan al dat verlangen beantwoord. De verlangende en ontvangende houding van de bidder geeft vorm aan de wijze waarop de geest vervolgens in hun leven actief wordt. We hebben het tegenwoordig vaak over geestverruimende middelen. Nederland is daar een beetje een centrum in. Als het gaat om drugs, als het gaat om ecstasy, ik vind het wel een grappige XTC schrijf je dat, maar het is ook ecstasy, extase. Neem een pilletje en je krijgt een compleet andere kijk op de werkelijkheid. En je verliest de controle over jezelf. Dat is heel iets anders dan dat waar de Bijbel over spreekt als het gaat over ecstasy, over extase. Want in de Bijbel is het geestverruimende middel gebed. En als dat gebed wordt beantwoord door God met geestvervoering, dan ontvang je van hem een verruiming van je geestelijk inzicht. Geestelijke verruiming. Maar dan op een heel evenwichtige, harmonische en constructieve manier. God spreekt en hij laat jou iets van zijn geheimenis zien. Geen woeste uitzinnigheid, geen trillen en schokken, geen dierlijke geluiden en beelden waar je geen chocola van kunt maken. Integendeel, als God in de Bijbel mensen in geestvervoering brengt en tegen hen spreekt, dan gaat het eigenlijk over heel duidelijke aanwijzingen in heel concrete situaties.
Petrus, nou Petrus die krijgt heel duidelijk instructies van God. God zegt tegen Petrus, ik wil dat jij naar Cornelius gaat. En doordat Petrus dat doet, groeide Cornelius uit tot een pijler voor een nieuwe gemeente van Christus. En voor Paulus was de boodschap ook heel concreet en duidelijk. Paulus, voor nu wil ik dat je weggaat uit Jeruzalem, want ik heb jou nog nodig voor de opbouw van mijn gemeente. En Johannes, ja, wat moet ik van Johannes zeggen? Johannes wordt schrijver van God. Om de gemeenten, want het is een rondzendbrief, openbaring, om de gemeenten, die zeven, die worden ook aan het begin genoemd, een hart onder de riem te steken. Juist in tijden van nood en van verdrukking. Johannes, ik heb je nodig. Duidelijk en concreet en gericht op de opbouw van Christus' gemeente. Geestvervoering. Gods antwoord op gebed, verruiming van geestelijk inzicht, duidelijk en concreet gericht op de opbouw van de gemeente. Daarom is het zo verwarrend, en daarom heb ik die vertaling ook wel een beetje gekozen. Daarom is het verwarrend dat de nieuwe Bijbelvertaling de enige vertaling is waarin de Bijbelvertalers hebben geschreven dat Saul naakt en tierend, staat er in die vertaling, voor Samuel op de grond lag. Nou, dat tierend, dat staat nergens. Sla uw Bijbelvertaling erop na, het staat nergens. Alleen in de nieuwe Bijbelvertaling. En nu zullen ze dat hebben gedaan, denk ik, omdat, en dat is ook zo, er zijn wat enkele oude handschriften waarin dat woordje ook voorkomt. Waarin het wel voorkomt. En het is maar net de basis van waaruit jij vertaalt, hoe de vertaling eruit gaat zien. En sommige handschriften kennen kleine wijzigingen ten opzichte van anderen. Dat krijg je als je gaat overschrijven en zo. Want kopiëren was toen gewoon overschrijven. En men had het niet zo heel, nam het niet zo heel nauw. Dus als je de boodschap wat kon verduidelijken, dan zette je er rustig een woordje bij, zal ik maar zeggen. Dus ik kan me voorstellen, die vertalers zo'n handschrift voor zich hadden en met het invoegen van dat woordje tierend, net als in die handschriften, iets duidelijk wilden maken, namelijk dit. Mensen kunnen heel verschillend reageren wanneer de geest van God een plek in hun leven wil opeisen, komt opeisen. Als jij open staat voor het woord van God en je verlangt naar die ontmoeting met God en je gaat in gebed, dan zal de grip van de Heilige Geest in je leven resulteren, nou ja, in een verruiming van je geestelijk leven, een verruiming van je inzicht. En het is God die dat geeft. Maar als jouw hart helemaal niet gericht is op het woord van God, op Gods wil, maar vooral op wat jij wilt en wat jij belangrijk vindt, en je eigenlijk zo ver bent dat je Gods plannen wilt torpederen, dan blijkt de werking van de Heilige Geest een compleet andere te zijn. Vorige week was het thema verzet of overgave of verzet. Verzet of overgave. Dan is de uitwerking verzet. Naakt en tierend maak je jezelf te schande. En je zult alsnog je hoofd moeten buigen voor God. Zoals Saul naakt en tierend voorover lag voor het aangezicht van Samuel. Samuel is hier de representant van God. Zoals in het Nieuwe Testament demonen gekweld worden als ze Jezus ontmoeten. Zoals bij de gevangenneming van Jezus de soldaten omvielen toen ze Jezus wilden arresteren en de geest van God zich bekend maakte. En zo wordt Saul gekweld als hij diezelfde geest van Christus ontmoet in de geest van God. De demonen zijn gericht op zichzelf. Saul was gericht op zichzelf. En de ontmoeting met Gods geest, die onze wil en ons verstand en ons hart wil richten op God, die ontmoeting is dan als water en vuur. En daarom geloof ik dat wat vandaag de dag gebeurt in die grote, massale, charismatische bijeenkomsten, rondom die krachtige, charismatische leider, met zijn duivelsuitdrijvingen en bijzondere genezingen en extatische uitwassen, weinig meer te maken heeft met Gods antwoord op gebed en aanbidding. Met verruiming van inzicht dat God je geeft. Verruiming
van je godsdienstig leven. Het heeft te maken met gerichtheid van harten die ten diepste gericht zijn op zichzelf. Op eigen genezing. Op, nou ja, wat Jezus omschreef als deze generatie is gericht op wonderen en tekenen. Of als hij zegt, er zullen vele valse christenen komen die grote wonderen en tekenen zullen doen om de uitverkorenen te verleiden. Want als jullie geen tekenen en wonderen zien, zegt hij, dan zullen jullie niet geloven. En zeker, dat geloof ik ook. Daar wordt wezenlijk ruimte geboden aan de duivel om zijn rieltje mee te fluiten. Voor alle duidelijkheid, en dat weet u wel, ik geloof dat God ook vandaag, ook in onze tijd, ook in onze wereld, mensen bevrijdt van demonische belasting. En dat God als antwoord op gebed mensen wil genezen van ziekte. Maar ook dat God daarin soeverein is. Dat hij zich niet laat beheersen door welk charismatisch leider ook, bisschop of kardinaal, dominee of oudste. Genezing en bevrijding is niet te claimen. Geestvervoering ook niet. Dat kan geen pilletje je geven. Alleen God. Als Paulus het heeft in 1 Korinthe 12, we hebben met elkaar gelezen over iemand die hij kent, en die 14 jaar geleden een vorm van extase, van geestvervoering heeft meegemaakt, dan schrijft hij dat die persoon tot in de derde hemel werd weggevoerd. Het werd aan hem gedaan. Door God. En het is Gods geest die op een heel bijzondere wijze spreekt tot jouw geest. En Paulus schrijft dat Gods geest juist jouw geest probeert te overtuigen. En als Gods geest dat probeert, dan kan dat botsen. En dat gebeurde bij Saul en bij zijn soldaten. En ik denk, dat gebeurt niet alleen hier in Rama, maar ook dat gebeurde ook eerder, toen Saul probeerde David te doden. Een kortsluiting ergens tussen wat Gods geest met jou wil en jouw eigen bedoelingen, jouw eigen wensen, jouw eigen behoeften, jouw eigen gerichtheid. Ik op de troon en ik laat me er niet van afhalen. Geestvervoering. Het begint in die binnenkamer. En je moet het niet zoeken. Het wordt je gegeven. Het is voor persoonlijk gebruik. Nee, niet. Het is niet voor persoonlijk gebruik en verrijking. Maar voor de opbouw van de gemeente. Hoe schrijft Paulus dat? Dan zegt hij, zijn we in extase? Dan is het voor God. Zijn we bij zinnen? Dan is het voor u. Maar wat ons drijft is de liefde van Christus. Net als die bijzondere gaven. Lees Romeinen 12, lees 1 Korinthe 12. Daar staan bijzondere gaven die je als gemeentelid, als gelovige van God mag ontvangen. Niet iedereen, alles. Maar helemaal verdeeld over de gemeente. Waar is het voor? Niet voor jezelf. Tot opbouw van de gemeente. Omdat wij samen al die gaven mogen hebben, mogen gebruiken in die gemeente. En geestvervoering, het is niet bedoeld als een soort spectaculair event. Het is voor de binnenkamer. Leven in extase. Ja, wij kijken er eigenlijk vreemd van op. Maar het is een door en door Bijbels gegeven. En waarom wij er zo allergisch op kunnen reageren? Nou, dat is misschien omdat wij het gebed zijn kwijtgeraakt. Het gebed gericht op God. Op Gods wil. Op Gods bedoelingen. Leer daarom bidden. Niet om in geestvervoering te raken, maar gewoon om God te danken, om Hem te aanbidden. En mocht nou de Heer, en dat kan, en mocht de Heer daarop antwoorden met de ervaring van een geestvervoering, uw geest verruimen met zijn inzicht, dan begrijpt u Paulus des te meer als hij schrijft, als we in geestvervoering komen,
dan is dat in dienst van God. Amen. We kennen de melodie, wie maar de goede God laat zorgen. Volgens mij is dat gezang 429. Nou, daarop is een ander lied. Wie zich door God alleen laat leiden. Hoe toepasselijk is deze tekst? Daar gaan we samen naar luisteren, we gaan het samen zingen. Wie zich door God alleen laat leiden. Zullen we samen die Heere God die met ons gaat, die ons niet loslaat, waar wij ons op mogen verlaten, zullen we hem samen danken en bidden. We willen in ons gebed bidden voor Ariette Dekker, die aan het herstellen is. En dat gaat allemaal maar heel erg langzaam, onze ouderlingen. We willen bidden voor de familie Egberts aan de Karakiet. Een aantal maanden geleden is Wim Egberts geopereerd aan een galwegvernauwing. Dat gaat nu goed, maar nu heeft ook Henny problemen. Er zijn ook wat meer dingen in het gezin, dus we willen voor het hele gezin bidden. Mevrouw Schonewille heeft 9 dagen in het ziekenhuis gelegen. Mevrouw Schonewille hier uit Adorp van de Kerkweg. En vanwege een ernstige benauwdheid ook voor haar willen we bidden. En natuurlijk danken voor de geboorte van Jurre. Zullen we samen God danken en hem bidden. Heer, zo willen we in deze hele dienst, als het ware, één gebed zijn om verlichting met uw Heilige Geest. Om u te kunnen loven en u te kunnen prijzen, om u te kunnen danken, om wie u bent. Wij danken u, Heer, dat u grote mensen klein maakt en juist de nederigen verhoogt. Zalig zijn de zwakken. Zalig zijn die op dit moment huilen. Ze zullen getroost worden. Zalig zijn, u hebt uw oog vooral ook laten vallen op die zwakken en die kleine.
op de verdrietige. U wilt ons troosten. U wilt ons kracht geven. Uw Heilige Geest mag door ons heen werken. En Heer, daar willen we u voor danken. Al begrijpen we het ook heel vaak niet. We begrijpen zoveel niet. Help ons om vast te houden aan u. En alleen aan u. Help ons om uw wil te zoeken. En wil ons daarin leiden. Door uw Geest. Dat die Geest, als die zijn plek in ons leven wil opeisen, een positief hart vindt. Een ontvangend hart. Een biddend hart. O God, zo danken wij u. Voor uw kerk. Voor uw liefde die door uw Geest steeds naar ons toekomt. Door Christus. Door zijn offer. Door wat hij voor ons heeft gedaan. En wij bidden voor al die mensen die dat in het bijzonder nodig hebben. Mensen die ziek zijn. Mensen die herstellende zijn. We denken, Heer, aan mevrouw Schonewille. We willen haar aan u opdragen. We willen Wim en Henny Egberts aan u opdragen. We willen Riette Dekker aan u opdragen. Caroli Krommendijk willen we aan u opdragen. Marion van de Veen willen we aan u opdragen. Zo zijn er zoveel die in onze gedachten zijn. Die alleen zijn. Die misschien rouwen. Houdt u ze vast. Zo bidden we voor uw wereld. Die een beetje gek lijkt te zijn geworden. Waar alles zoveel invloed heeft. De kleinste dingen. Een wereld die lijdt onder corona. Maar ook een wereld die lijdt onder polarisatie. Een wereld die lijdt onder zoveel leiders die zichzelf groter achten dan de wereld. Wij bidden, ontferm u over deze wereld. En hoor ons gebed die we in stilte voor u willen uitspreken. Al onze gebeden willen we voor uw troon brengen met de woorden die Jezus ons leerde en wij samen willen bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu gelegenheid voor het geven van de gaven en die is er nu echt. Normaal gesproken gaf ik weinig tijd. Ik geef nu iets meer tijd, want daar is ook om gevraagd. Ondertussen horen we vast de inleiding op het lied dat we daarna gaan zingen, het slotlied, gezang 477. Thank you.
Vanmiddag om 2:30 zal er vanuit de grote kerk een uitzending zijn waarin het avondmaal wordt bediend. U wordt natuurlijk van harte voor uitgenodigd om daar vanuit huis eigen stukje brood, eigen wijn in mee te vieren. Waar we ook heen gaan, we mogen gaan onder de zegen van die Heer, onder de zegen van die geest van God, die jou, die mij, die ons allemaal wil bezielen. Ga heen en ontvangt de zegen. Want de Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. En de Heer verheffe zijn aangezicht over u en jullie allemaal en hij geve u zijn vrede.